Matthijs Guit, je werd net door een Sassenheimer gefeliciteerd met een punt. Snap je dat? Ja, misschien wel. Kijk, ik denk dat het gelijk opgegaande wedstrijd was. Ja, natuurlijk, zij hebben de eerste helft een paar grote kansen gehad. Maar ja, ook wij hebben dat gehad. Dus, nou, feliciteren is misschien een beetje overdreven, maar puntje is prima. Ja, daar kan je mee leven? Absoluut, ja. Ja. En ik denk dat je daar zelf ook nog wel een goed moment ook in de eerste helft, 1-1, waarin jij de bal pakt. En daarmee dus natuurlijk ook voor Rotterdam gewoon in de wedstrijd. Ja, 1-1 met van mij de Ridder was het. Hij lange bal, waar ze sowieso een beetje was wel vaker deden. En terecht, want ze worden er gevaarlijk mee. En wij hebben ook veel lange bal gespeeld, daar niet van. Maar hij krijgt hem net mee, duel met Mink, lastige bal, want daar bleef echt hangen. En hij komt 1-1 en via mijn hand en mijn gezicht komt hij bij mij. En de rebound gelukkig komt ook in mijn handen, dus lekkere redding. Hadden jullie op een gegeven moment ook einde tweede helft dat je zoiets had? Ja, oké, prima, die 0-0, laat het ook maar houden zo. Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik was zelf wel echt bezig met de 0 natuurlijk, want je wilt niet nog vlak voor tijd weggeven. Zeker niet tegen Teiling, je wilt nooit, maar zeker niet in zo'n wedstrijd. Maar ja, aan de andere kant, we kregen nog een goede kans met Sten. Schotkans van randje 16, denk ik. En ik denk dat ook de laatste minuten nog allebei de kant op kon. En het is een kwestie van dat hij wel of niet goed valt. En hij viel voor allebei niet goed. Dus ja, prima op zich. Degene die hem dan gemaakt had, had hem zeker gewonnen? Absoluut. Ja, die had hem echt gewonnen. Er waren weinig echt grote kansen, denk ik, vandaag. Wij een aantal met Sten de eerste helft. Wouter misschien nog. Zij natuurlijk dan die 1-1. Dirk nog, of een van die zwetslootjes die nog 1-1 vanaf de zijkant hem voor lang schiet. Tom die hem nog om de voet schiet vlak voor net in de 5e minuut of zo. Dus ja, niet heel veel grote kansen, denk ik. Zeker de tweede helft niet. Dus 0-0, ja, prima. En degene die wat gemaakt had gewonnen, ja. Je zegt net al, zeker tegen Teilingen wil je niet verliezen. Leeft dat inderdaad nog, zo'n derby? Ja, tuurlijk leeft het. Kijk, je krijgt al spel de prikjes mee de laatste maanden van Teilingen. En tuurlijk, weet je, zij staan hoger, dus ze kunnen het ook doen. Of we de rode lantaarn mee hadden naar Spanje. Ja, dus wij reageerden daar ludiek op dat Sten mee was met zijn rode haar. Dus ja, je wilt toch niet, je wilt nooit verliezen, maar van Teiling wil je helemaal niet verliezen. Nee. Maar dat is toch juist leuk, dat soort spel de prikjes op social media? Absoluut, nee, daar genieten we ook al van. En absoluut. En helaas hebben wij op dit seizoen iets minder iets te zeggen, want we natuurlijk onderaan bungelen. Of in ieder geval gedeeld onderaan in de laatste groep. Dan krijgen we er wat meer dit jaar. Ja, we hebben ze ook wel eens uitgedeeld. Zie je het nog wel goed komen in voorraad? Absoluut. Ja, kijk, weet je, de laatste weken, vorige week was dan de eerste minuten na rust was echt dramatisch. Maar als we kijken hoe we de laatste tijd spelen, ja, weet je, we spelen wat compacter. En net als vandaag, als je die paar kansen die je hebt, dat je ze maakt, kijk, dan steel je misschien wel 3 punten. Want wat ik zeg, gelijkspel was prima. Maar ja, weet je, op dit moment, elk puntje is een puntje voor ons, denk ik. Maar als we zo blijven spelen, moet het goed komen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Alleen dan die eindstanden hebben jullie in de klas, daar word je dat niet vrolijk van, denk ik. Ik heb ze nog niet allemaal meegekregen. Ik heb wel gehoord dat Alf uiteindelijk nog verloren heeft, volgens mij, vlak voor tijd. En Laakkwartier heb gewonnen en HVV. HVV heb ook gewonnen. Ja, kijk, we krijgen Alf volgende week. En die krijgen ook nog uit, eind van het seizoen. We krijgen HVV nog thuis. Hey, dat worden gewoon belangrijke potten en die moet je winnen. En ik denk dat we tegen andere ploegen ook een paar puntjes gaan sprokkelen. En dan zie ik het wel goed komen. Succes ermee. Dankjewel. Thanks.